Dit is de compacte Lea Grasmaaier. Hij is met zijn 40 cm maaibreedte en 98 cc motor perfect inzetbaar voor kleine en middelgrote gazons. In tegenstelling tot zijn grotere broer moet u deze grasmaaier zelf vooruitduwen. Maar dat is geen enkel probleem door zijn lichte, maar wel zeer sterke constructie. U ziet zo meer beelden en hoe u de machine het beste start. We laten u eerst graag zien hoe simpel deze grasmaaier in gebruik te nemen is. Na het openen van de doos ziet u dat de maaier al grotendeels in elkaar is gezet. Klik als eerste de maaiboom in de uitsparingen zoals u hier ziet. U hoort ze duidelijk in elkaar klikken. Steek de bout er doorheen, ringetje erover en draai de knop vervolgens stevig vast. Dit doet u aan de andere kant van de beugel net zo. We gaan nu het bovenste deel van de duwboom monteren. Steek ook hier de bout door de opening, ringetje eroverheen en goed vastdraaien. Aan de andere kant monteert u de startkabelhouder op de volgende manier. Kabelklem zo op de boom drukken. We gaan nu de motor voor het eerst met olie vullen. Draai de pijlstok daarvoor los en leg deze op een schone plek. Druk de trechter in de opening en hou de maaier scheef tijdens het vullen. Dan gaat het vullen namelijk een stuk makkelijker. Als er ongeveer een halve liter olie in zit, checkt u het oliepeil door de oliestok in de motor te steken, een paar tillen te wachten en vervolgens uit de motor te draaien. Als de oliestreep hier staat, is het niveau voldoende. Draai de benzinedop eraf en vul de benzinetank met Euro 95 benzine of Aspen 4T. Deze laatste heeft een vele hogere kwaliteit en is beter voor de motor. Om de startgreep in de houder te haken, houdt u de motorrembeugel ingedrukt, trekt u de kabel naar boven en lust u deze simpel in de houder. De wieldoppen, die heeft u er zo op zitten. Druk ze op iedere willekeurige plek op het wiel en sla hem vervolgens krachtig met de hand vast. Dit doet u met alle vier de wielen op deze manier. Om een koude motor te starten, drukt u een keer of vijf op deze rode knop om benzine op te pompen. Motorremhendel intrekken en aan het startkoord trekken. De motor zal direct en zonder problemen aanspringen. Als de motor warm is, hoeft u niet te pompen. Dan simpel de remhendel inknijpen en aan het startkoord trekken. En dan lekker gaan maaien. Om de maaier uit te zetten, laat u gewoon de motorremhendel los. De maaihoogte kunt u simpel met één hendel in maar liefst 8 standen zetten. Van 25 mm strak gazon tot 75 mm lekker speelgras. De opvangbak van 45 liter vangt het gemaaide gras direct op. De grasvangeigenschappen van deze maaier zijn uitstekend. Ook nat gras is geen enkel probleem voor deze kleine, maar zeer efficiënte Lea grasmaaier. Lea, the best choice for your garden.